allemaal leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. Ik denk elke dag dat zaterdag is, maar het is vrijdag. Maar ik dacht in plaats van een weekvlog, de afgelopen week is heel chaotisch verlopen, ga ik een weekendvlog doen. Dus dat gaan we ook gewoon eventjes doen nu. Even de achtergrondmuziekje zacht zetten, want dat vind ik heel vervelend. Ik ga dus een weekendvlog vandaag voor jullie doen. Zowel vrijdag, zaterdag als zondag. De koffie is bijna klaar, dan praten we verder. Goed, de koffie is klaar en ik kan lekker koffie gaan drinken. Het is niet zo heel vroeg meer trouwens. Het is nu inmiddels bijna 10 uur. En ik ben om 9 uur wakker geworden. Of nou, 8:30 was ik wakker. Mocht je trouwens afvragen, ik heb mijn Samsung weer in gebruik. Vraag me niet waarom. Ik ben weer eens gaan wisselen. Omdat mijn iPhone gisteren denk ik ging updaten toen ik naar mijn werk moest. Dus ik kon helemaal niks meer. Dus ik heb mijn Samsung gepakt. En nu denk ik, eigenlijk vind ik het al wat chill. Dus misschien dat ik hem zo hou. Maar goed. Verder ben ik even YouTube aan het kijken. Ga ik mijn koffie opdrinken. En ga ik daarna even douchen. En eventjes me aankleden. En dan moet ik zo meteen naar mijn oma. Want mijn oma, haar sensor in haar arm, die ze heeft voor de suiker, die mag ze vandaag weer veranderen. En er is de afgelopen 2 weken is er iets fout gegaan daarmee ofzo. Dus ik ga even kijken wat daar de oorzaak van was. Dus dat gaan we doen. En voor de rest niet heel veel. En het is zaterdagavond. Oeps. Ik zei dat ik zou gaan vloggen, maar in één keer is dat niet doorgegaan. Ik moest werken en gisteravond niet schat. Vandaag een dagdienst en nu ben ik thuis. Ik heb lekker 2 dagen vrij. Maar ik ben wel best wel moe nu. Dus het is al avond trouwens. Mijn tv is opgehangen aan de muur op een steun. Super chill, dus ik kan nu lekker vanuit mijn bed zo tv kijken. Dus dat is super super fijn. Dus helemaal top. Ik ga slapen. En Milo is hier, boven. Morgen gaan we Milo zijn 2 vriendinnetjes ophalen. We hebben namelijk een moedercavia gereserveerd bij de Cavia Stichting in Nijkerk. Even kijken hoe ik ga... Ja, zo. De Cavia Stichting in Nijkerk. Die cavia die was 4 maanden en was toen nog zwanger. Super zielig aan de ene kant. Veel te jong ook. Was zelf nog een baby. Is met 4 maanden zwanger geworden. Heeft dus ook een kleintje gehad. En ik vind het zielig om die 2 uit elkaar te halen. Dus hopelijk klikt het morgen met de 2 dames en Milo. Die lekker aan het rondrennen is. Zou fijn zijn als het klikt. De moeder gaat Karel heten. En de kleine, dus de baby zeg maar, gaat Flo heten. Allebei met een O. Milo, Karel en Flo. Ik hoop dat het klikt morgen, want anders is er dus helemaal geen Karel en Flo. Ik hoop dat Milo lief is, maar ik hoop dat de dames ook lief zijn tegen Milo. En dat het gewoon klikt. En dan kunnen de dames morgen mee naar huis. En heeft Milo 2 vriendinnetjes in plaats van 1. En heb ik in 1 keer 3 cavia's in plaats van 1. Maar goed, dat is allemaal voor morgen. We gaan morgen op tijd weg. Morgen rond 7:30 vertrekken we. En ik ben heel benieuwd. Ik ga in ieder geval nog even tv kijken. Nu het kan. Nu die hangt. En daarna dan gaan we lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Goed, goedemorgen. Het is bijna 8 uur. We gaan zo vertrekken naar Nijkerk. Milo zit al in de bench. Dus we gaan er zo vandoor. Ik heb lekker geen make-up op vandaag. Ik ga Milo pakken. We gaan naar beneden. Ik neem een koffie mee. En dan gaan we.
Goed, inmiddels weer thuis. Met de dames en Milo. Het klikt echt hartstikke goed. Hij is super lief. Wat ik nu ga doen, is eerst even licht maken. En dan ga ik die dames er alvast in het hok zetten. Nou, dan gaat het weer niet even. Hierin. Ha? Wil jij wat hebben dan? Nee, op zich niet. Ben je wat zo koken? Ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Maar dat gaan we zo meteen wel bedenken als we op zo'n plein lopen. Nou, ik vind het blauwe al. Kijk op zijn plein dan zo meteen. Daar is toch ook Dirk? Ja. Ja. En als ik hem daar altijd nog halen. Ik heb trouwens ergens gelijk aan de lijn. Maar goed. Ik ga even de dames eruit halen. Oh, dat wil niet helemaal lukken. Milo, je pret die meiden. Ik ben gelijk aan het vloggen en ik heb ijsje aan de lijn, dus niet zitten gillen. Zet er dan wat er allemaal staat in? Nee, ik ga ze nu pakken. Dus als je dat even neerlegt, kan je mijn cavia vasthouden. Dat is mooi. Karel, hallo. Ik ben aan het vloggen en ik heb best. Nee, maar niet uit. Kom maar langs lopen. Maakt niet uit. Oh. Dit is Karel. Dit is de mama. En het kleintje zit er nu nog in. Die zal weer wel denken van waar is mijn moeder. Maar dit is Karel. Ja. Er is in de Dirk. Oh. Moet hij al zo komen? Ik denk achterin daar. Als dat kan. Dat achterschot? Maar, ja, maar dat is een dunnetje, hè? Gaat dat wel? Oké, dan haalt hij het hier. Nee. De pop. Ja, Karel weet het niet uit. Als je hoort. Hoppatee. Hallo, Flo. Hallo, Flo. Hallo, Flo. En dit is dus Flo. Dit is onze kleine meid. Zo leuk. Je ziet dus het verschil, want Caro, de moeder, heeft dus een wit neusje en Flo niet. Godsamme, wat er een boel. Goed, Caro en Flo zitten, oh, daarachter. Gewoon niet schrikken jongens, het is oké. Okay. Daar dus. In de tunnel en wie is dit? Flo zit hier en Karel zit hier achter. Maar ik ga Milo er nu bij zetten om te kijken hoe die gaat reageren. Dus ik ben heel benieuwd. Daar gaan we. Goed. Daar gaan we. De dames zitten achter in de hoek. En jij gaat erbij, vriend. Jij ook. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Wiljo! Wil je er al in? Ja! Snel! Kom. 1, 2. En rennen maar. Och! Hij ruikt ze al gelijk.
Ja, die dame zit in je hok. Wat is dat nou? Wel leuk. Hier, er zit iemand achter je. Dat ben je niet gewend. Kijk. Flo loopt elke keer achter Milo aan. Dat vindt hij helemaal leuk. Ach, gosh. Nou heeft hij door, hoor. Ze zijn erbij! Ach, goshie. Lekker berig. Ja, je kan altijd nog je balkon op, hè, vriend? Nou, goed, dat komt helemaal goed. Ik ga naar Ash toe. We gaan even met z'n tweetjes weg. Ik moet ook even naar de Action toe voor een paar dingen. Dus, let's go. Ik heb mijn tas gepakt. Ik moet even andere schoenen aandoen, want er zit poep onder mijn schoenen. Van de KPS. Leuk, gezellig. Maar goed, we gaan. Inmiddels is het avond. Ik heb heerlijk gekookt met Ash en we hebben ook lekker gegeten hier. Maar ik ga de lichaam nog wel even aanlaten, maar ik ga ze iets dimpen. Het gaat op zich goed. Het is best rustig hier en ze reageren goed, dus dat is top. Het ziet er best anders uit dan best rustig. Hè? Ja, dit ook. Doe ik ook zo. Dus ja, ik ga zo inderdaad de lichten dimpen. Dempen. Maar het gaat echt goed. Ze zijn heel rustig. Het klikt goed. Ze vechten de tent niet uit. Ze zijn niet heel onrustig. Ze hebben allemaal een eigen plekje gevonden waar ze zitten. En ja, het gaat gewoon echt hartstikke goed. Ik ga in ieder geval de lampen weer verdempen. En dan ga ik zo meteen ook slapen. En morgen beginnen aan de nieuwe weekvlog. Dus ik ga jullie bedanken voor het kijken. Dat is misschien een korte vlog, maar wel een hele schattige, al zeg ik het zelf. Nog even een slaaplekker van de dames, die zitten daar. En Milo zit daarin. Dus goed, ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. Doei doei!